Toen ik 20 jaar was, hè, liep ik stijf van de principes. Stijf van de idealen. Zo was die tijd. De 40ers in de zaal, die weten het nog wel. Toen wij 20 waren, eind 60s, begin 70s, waren wij principieel idealistisch. Iedereen, het was mode. En de jongere mensen in de zaal, die zijn er gelukkig ook, die moet ik dat even uitleggen. Jullie denken vaak, die eind 60er jaren, wat is dat een zootje geweest? Viel wel mee. Stel er niet zoveel voor. Hè. Weet je wat het sleutelwoord was? Ik zal het goed proberen uit te leggen. Dat was kritisch. Wij waren waanzinnig kritisch toen. En kritisch, wat hield dat nou precies in? Het was mode, het hield in. Je had eigenlijk, je wist nergens een fuck van, niks. Je wist nergens wat van. Je had er één boek gelezen, In de Ban van de Ring of zo. En je had één plaat gedraaid, Easy Rider. Maar je wist nergens wat van, maar je stond overal met heel lang haar en een joint in je hoofd vooraan te roepen van, hoezo dan eigenlijk? Weet je wel? En we deden het overal, want het was mode. Weet je nog, 40ers? We deden het overal. Zelfs bij de bakker of zo. Dan zei hij, hey, waarom eigenlijk een half wit gesneden? Weet je? Of waarom gaat hier die deur naar binnen open, weet je wel? Het sloeg nergens op, maar het was mode. Hè? Dus we deden het allemaal. Nou, en in die tijd, in die 60 jaar, moest ik in dienst. Ik had natuurlijk kunnen weigeren, maar ik besloot om het systeem van binnenuit uit te hollen, weet je wel? Even dimmen nou, hè. Hey. Er komt een dijk van een verhaal nou. Hoe ik dat geflikt heb, jongen. Ik kom daar aan. Ik ga meteen kritisch dwars liggen. Ik kom die kazernepoort binnen. Ik meld me bij de sergeant en ik zeg, hey man, waarom is hier alles groen? Zegt die gozer, Jekkers, hè? Ik zeg, ja. Hij zegt, Jekkers, dat alles is hier groen, dan valt het hele zootje niet zo op in het bos. Ik zeg, en in de herfst dan? Was die uitgeluld, weet je wel. En dan worden ze autoritair, weet je wel. Dus die gozer zegt, Jekkers, jij ben ik al meteen zat. Jij gaat nu als eerste en enige, jij zit hier bij de infanterie, de zandhazen ook wel, ga jij nu als eerste alvast, we gaan het straks allemaal doen, maar jij begint alvast sjoelen. Dus ik zeg, sjoelen? Dat lullige spelletje met die schijven? Hij zegt, ja, dat is van levensbelang hier zo. Ik zeg, joh, dat doe ik thuis wel met mijn vriendin sjoelen. Ik ga toch hier niet... Hij zegt, Jekkers, jij gaat nu ga jij sjoelen. En je komt er nog wel achter waarom dat zo belangrijk is. Hè? En de volgende dag, dames en heren, kwam ik daar al achter. Toen hadden we namelijk een veldoefening. En voor de jongere mensen, een veldoefening eind 60er jaren, dat is moeilijk. Dat was oorlog voeren tegen de Russen op de Hoge Veluwe met een hek eromheen. En de Russen waren er niet bij. Ja, een beetje ingewikkeld, maar goed, hè. Dus wij hadden een veldoefening en wij waren zandhazen. Dus dan liep je echt van paal. Met een klapperpistooltje en vijf losse vlodders liep je daar maar over die Hoge Veluwe heen. Hè? Nou, nee. Op een gegeven moment liep je tegen een hek aan, dan moest je de andere kant uit. Nou, dat was het zo'n beetje, hè. Dat was het. En die gozer zegt op een gegeven moment, jongens, zitten, checkie time. Checkie time. Moest je roken, was verplicht toen. Iedereen rookte. Nou, goed. Dus wij roken en hij zegt, wij van de zandhazen zijn onoverwinnelijk. En ik zei, ga toch weg, joh. Ik zeg, we lopen hier met zo'n waterpistooltje en er zijn atoombommen, raketten, tanks, vliegtuigen. Hij zei, Jekkers, is leuk, kritisch, maar daar gaat het niet om. We moeten er wat voor doen om onoverwinnelijk te worden. Daartoe moeten wij een schuttersputje graven. Een schuttersputje, dat is een soort graf voor jezelf graven. Daar ben je tijd mee bezig. En daarna zei hij, zandhazen camoufleren. Dus wij rukten struiken uit de grond. We hakten bomen weg met kettingzagen. Heel. Want dat was eind 60er jaren en het milieu had nog niemand van gehoord. Niemand. Anders had ik daar zeker een kritische vraag over gesteld. Maar dat wist ik toen nog niet. Hè? Dus wij liggen in die putjes met al die takken eroverheen. En hij zegt, stel, er komt een vijandelijke tank aan. Wat doen wij? En ik zei, wegwijzen. Hij zei, Jekkers, haal nou toch eens een keer je kop, joh. Ik zei, dat ken niet, ik heb een voorstelling. Ja, ik zei, geloof ik niks, ik weet niet meer. Maar ja, hij begon een verhaal te vertellen. Hij zei, die tank komt dichterbij en wat doen wij, zandhazen? We blijven doodstil in onze putjes liggen. Komt de tank nog dichterbij, dan pakken we alvast onze handgranaat van onze koppel, trekken de pen er alvast uit en blijven wachten. Komt die tank nog dichterbij, zodat we hem kunnen raken, gaan we niet als een Neandertaler lopen gooien. Want die tank is gepanzerd, je komt er niet met een granaat doorheen. We wachten tot de tank voorbij de putjes is.
En dan zien wij het zwakke punt van de tank. Dan zien wij achterin een groot kijkgat. Daar kijken ze door naar buiten. En dat is onze kans. Daar moeten wij zijn, zandhazen. Dan staan we als één man op uit onze putjes. We roepen zo hard als we kunnen. Juliana! Ik vertel zoals het gebeurd is, hè? Nou, goed, hè? En we gooien die handgranaten door dat kijkgat naar binnen. Baf, weg, tank. Ik zei, nou, hey man, dan mogen we wel een cursus krijgen om dat er precies in te mikken, joh. Hij zei, jekkers, daarom moeten we elke middag sjoelen. Hij zegt, en ik ben jou goed zat, jekkers. Jij wordt overgeplaatst. En ik zei, het maakt mij niet uit, man, waar ik het systeem uit hol. Hij zegt, goed, ga je naar de tankdivisie. Ik kom bij die tankdivisie, zegt die commandant van die tankbrigade, wij zijn onoverwinnelijk. Ik zeg, we hebben toch een raar praatje gehoord bij de zandhaas, hoor. Hij zegt, jekkers, toch niet dat verhaal over die handgranaten, hè? Ik zeg, that story, man. Yes. Hij zegt, goed dat jekkers dat even aanstipt, dat varkentje zal ik eens even gauw wassen. Om te beginnen zien wij die zandhazen al van kilometers afstand liggen. En ik zei, helemaal niet, ze leggen in putjes. Ja, maar zei die jekkers, naast die putjes legt zo'n berg zand. En er is een hectare bos gerooid in de omgeving. Een Kenny missen, daar leggen die zakkenwassers onder. Nou. Dus wat doen we nou? We benaderen de zandhopen en we stoppen naast de zandhopen. Met een korte ruk naar links zorgen we ervoor dat de zandhoop over de zandhaas heen valt. En dan rijden we nog een keertje diagonaal overheen. En klaar is Kees. Het scheelt aan munitie, ze zijn dood en meteen begraven. Het enige wat je nog hoort als je goed luistert boven het zand, dat is... Dat noemen wij een zandgewaad. Ja, en zo, dames en heren. Op die manier kwam ik erachter, hè, dat iedereen zogenaamd onsterfelijk is. Hè. Maar ik dacht, waar komen de doden dan vandaan? Heel kritisch was dat, hè. Ik dacht dat. En toen ben ik principieel uit dienst gegaan. Uiteindelijk ben ik eruit gegaan met S5 voor beide ogen. En toen heb ik, conform de mode van die tijd, een protestliedje gezongen en geschreven. En dat is een van mijn eerste liedjes die nog steeds door de beugel kan, vind ik zelf. En die wilde ik heel graag aan u laten horen.